Klein-Afrika. Een nieuw initiatief, maar stel jezelf eerst even voor de kijkers en luisteraars thuis. Met wie hebben wij het genoegen? Ruud. Even de microfoon wat dichter bij je. Ruud. Ruud Stokman. Ik was freelance kok, vooral evenementenkok. Mm-hmm. En dat doe ik nu 12 jaar. En tot 11 maart heel veel werk gehad. Ja. Om mijn boterham daarin kunnen verdienen. En toen was er ineens toen kwam de corona in één keer. Toen was er ineens corona. Ja, in het ADO Stadion, waar ik al 10 jaar de catering verzorg. En om 11 maart was ik nog aan het voorbereiden voor 700 mensen. En 12 maart werd de wedstrijd afgelast. En ik denk, vreemd. Maar op zich wel. Ik dacht, dat is ook wel lekker eigenlijk, een paar weken thuis, weet je wel. Ik denk, de corona gaat me heel even duren. Ja, nee, maar dat werd maanden. Dat werd maanden. De eerste paar weken kon ik nog lekker in het zonnetje zitten met mijn vrouwtje op de bank thuis en, of buiten. En dat ging veel te lang duren. Op een keer werden al mijn opdrachten werden gecanceld. Ja, en ik kan me dat voorstellen. We begonnen de uitzending vandaag met twee jonge meiden die een foodtruck hadden. Ook festivalgebonden natuurlijk. Ja, dat was ook ineens afgelopen. Die begonnen een website cookie.nl, vegan cookies. Dus je probeert inderdaad iets nieuws te verzinnen om toch je inkomen te genereren. Stel je ook even voor. Ja, en Klein-Afrika, ik vind het heel moedig dat je in deze lastige tijd, waar de horeca het bepaald niet makkelijk heeft, een restaurant begint. Dat is ook niet makkelijk. Nee. Ja. Ja. En we zijn er een lening aangegaan om nu te gaan starten samen op een leeftijd van 58 en 61. Ja. En misschien heb ik bij de microfoon, ik heb het idee dat het niet werkt. Nu zijn we stel, hè? Ja. Ja. Schuif maar weer door. Gelukkig. En dan is. En dan is jullie restaurant Klein-Afrika. En dan kijk ik naar jullie en dan denk ik. Hoezo Afrika? Wij zijn echte Afrika-gangers. Omdat ik ook freelance. Sorry? Een beetje in de microfoon. Freelance kok ben, kon ik ook mijn eigen tijden wel bepalen. Dus wij konden best wel vaak weg. Ja. En we zijn regelmatig in Afrika te vinden. En dat is eigenlijk ons tweede thuis een beetje. Dus dat begint met gewoon interesse voor het continent. Ja. Wat immens groot is. En dan denk je van het eten daar, het traditionele eten, breng ik naar Nederland. Ja, ik heb daar ook gekookt voor grote groepen, zeg maar. Een beetje meegeholpen. En het leren koken van de moeders van Afrika, zeg maar. Dus toen was het idee van, als we toch iets gaan beginnen, moeten we wel iets hebben wat er niet is. Ja. Sowieso om te proberen, omdat dat wel goed gaat lopen, zeg maar. Want er blijft altijd een risico. Ja, en zeker in deze is er nou een gedeelte van dit continent wat jullie het meest bezoeken of waar jullie keuken op georiënteerd is? We komen eigenlijk het meest komen we in Gambia. Ja, Gambia, Senegal, West-Afrika, zeg maar. Ja, dus, en dus het koken is ook daarop geïnspireerd. Ja, klopt. Ja, West-Afrika eigenlijk. Hè? Ja. En we zijn wel in Tanzania geweest, in Zanzibar. Mm-hmm. En daar hebben we ook weer een recept van meegekregen. Ja, en wat is nou kenmerkend voor de Afrikaanse keuken? Ja, heel moeilijk om te zeggen. Het is wel een typische Afrikaanse smaak. Maar ik kan niet zeggen waar het nou echt per se door komt. Je kan wel gelijk proeven dat het heel anders smaakt dan het Europese continent, zeg maar. Ja. Het de smaak van Afrika, zeg ik altijd. Maar het is een nieuwe smaak die je eigenlijk moet proeven. En nou zag ik op Facebook langskomen dat jullie een soort Afripan, of hoe noemden jullie dat? Ja, de Afripan 078, ja. Ja. Dat gaan we introduceren vanaf 1 december. Ja, dat is een koude eten wordt koud in de pan gedaan. En dan wordt de pan opgehaald. En als je thuis, als je denkt van het wordt tijd om te dineren, stekker en stopcontact. Een half uurtje later, dan kan je aanvallen aan de Afrikaanse diner. Nou, dat lijkt me wel een heel mooi concept. De eerste aanvraag is dan al binnen. Dus
Voor de pan, hè? Ja, de eerste aanvraag heb ik binnen. Ja. En die pan is er in verschillende groottes. Je kunt met een 2, 3, 4 persoons huis houden. Nee, dus 4 en 6 personen hebben we. 4 en 6 persoons. Ja. Dus, ja. We noemen het eigenlijk een rijsttafel. Ja, een rijsttafel in een pan, zeg maar. Ja. En dan komt er nog een pan bij en dat is dan een visgerecht. Okay. Dus ze hebben straks uit 2 verschillende gerechten kunnen ze kiezen. Ja, en het is een kwestie van bij jullie afhalen en een dag later de pan weer terugbrengen. Ja, precies. Dus, ja. Maar in dit geval nu nog niet natuurlijk, want we doen nu nog gewoon het afhalen. Ja. En dat doen we nu gewoon nog in onze eigen disposable bakjes zijn dat. Ja. Mm-hmm. Ja, ja, die zijn allemaal bio, want we zijn helemaal op de biotour. Ja, dus alles goed afbreekbaar, niet overbodig veel plastic. Ja, klopt, dat is de bedoeling er ook van geweest. Ja, ja. En dat bewust, dat deed je in de catering ook al met Nee, catering werd daar niet zoveel aan gedacht nog, nee. Maar wij zijn echt bewust gedaan, we willen het goed opzetten. En dan gaan we met Too Good To Go zijn we in zee gegaan. Ja. Van de restanten die we het restaurant over hebben, die worden opgehaald door wat minder bedeelde mensen, zeg maar. Ja. Voor een andere prijs. Daar doen we mee. Dat is zo'n app, geloof ik, dat je leftovers of hoe heet het? Ja, klopt. Ja, Too Good To Go heet de organisatie. Daar zijn jullie ook mee aangesloten. Daar doen we ook mee, ja. Dat doen we. Gisteravond voor het eerst hebben we de eerste mensen in de winkel gekregen. Mm-hmm. En het was superleuk om te doen. En ook om die mensen ook te helpen natuurlijk. Want wij hebben bijna ook aan de andere kant gestaan. Dus we weten heel goed wat het inhoudt. Ja. En wij hoeven het eten niet weg te gooien, de restanten worden nog gebruikt, zeg maar. Ja, nou, dat is ook tegen de verspilling natuurlijk heel erg goed. En een bijna gewetensvraag misschien voor jou dan ook, want je hebt heel lang dan in die evenementen en in die catering gezeten. Dat hield op door corona. En als het straks nu het gewone leven ooit weer begint, duik je dan weer de catering in? Of denk nee, je van, nu, ik heb nu echt, ja, nee, mijn nu, passie is nu dit restaurant. Ja, nu niet meer. Kijk, als ze tegen mij hadden gezegd van in januari gaan we weer los, dan kan alles weer. Dan had ik hier denk ik niet aan begonnen, maar ik had geen perspectief. Ja. En nog steeds niet. Want ik zie nog niet die evenementen heel snel van start gaan, zeg maar. Hm. Het staat echt bij evenementen van Formule 1, Marathon Rotterdam, echt wel meer dan 1000 mensen echt, die echt eten. Grote. Ja, en daar heb ik geen perspectief meer in gezien. Vandaar dat wij besloten hebben om dit kleine Afrika op te starten. Ja, en hoe kunnen mensen jullie vinden? Is er een website? We hebben een website, www.kleinafrika.com. En social media? Social media doen we veel. Facebook, we hebben een Facebook-site van Kleinafrika, Instagram. Want jullie zijn nog niet zo lang bezig nu. 2 weken nu. 2 weken vandaag. Ja, want de opening was ook iets vertraagd, geloof ik. Ja, klopt, door de verbouwing van het pand. Ja. Ja. Dus, een pand op de Friese straat, dat is een pand uit 1700. En dat was nou niet helemaal wat wij wilden, zeg maar. Het moest schoon, het moest HACCP, volgens de reglementen allemaal. Ja. Dus ze hebben het pand best wel heel mooi verbouwd van ons. Dus, even, want de Friese straat, ik weet hem te vinden, maar welk stukje van de Friese straat hebben we het over? Vanaf de brug, gelijk het eerste stukje, dus vanaf de Friese brug. Oké. Okay. Ja, gelijk het waar Rutte ook zit. Ja, klopt. Op dat rijtje. Zitten we vlak bij Rutte. Ja, rijtje van Rutte. Dat is een leuk stukje. Het voorste stukje is natuurlijk nog niet zo winkelstraatachtig, want we hebben het tweede stuk. En het is ook makkelijk even te bereiken als je wat wil afhalen. Even. Ja. Ja, de meeste mensen komen ook veel op de fiets, want mm-hmm. je kan ervoor allemaal je fiets neerzetten. Dat is een groot stuk voor. En ja, andere mensen gaan in de parkeergarage. En die zit achter ons eigenlijk. Dus het is wel goed. We hebben het nog niemand erover gehoord van, goh, het is ook moeilijk te bereiken om hier ons eten te komen halen. Niemand dus dat, eigenlijk. Dus dat is heel goed. Leuk hoor. Ze komen zelfs uit Zwijndrecht, Sterrenburg, Stadspolders. Ja. Hè? Ja. Mensen komen overal vandaan. Ja, uit Papendrecht met de pont. In Zwijndrecht met de pont. Dat zijn wel leuke dingen. Het klinkt als een schot in de roos. Ja, we hebben goed gedraaid de eerste 2 weken. Mm-hmm. Ja, als het zo mag blijven, dan hoeven we niet eens over bezorging te gaan denken. Nee. We hebben er over nagedacht, bezorging, maar ook bezorging is een hoop. Er komt nog wel wat voor kijken, zeg maar. De hoop logistiek bekijken. Ja. Hoewel ik mij zou kunnen voorstellen dat bij die Afripan bezorgen ook een ideaal concept zou kunnen zijn. Ja, we zijn er nog steeds een beetje over bezig. De Afripan zou wel kunnen, maar echt bezorgen voor 1 of 2 maaltijden van het centrum naar bijvoorbeeld Stadspolders op een elektrische fiets.
En eerst zo'n jongen dan terug is, of zo'n meisje, dan ben je... Ja, en als je je aansluit bij Uber Eats, dat staat tegenwoordig geloof ik. Ja, daar moeten we ook nog over nadenken, maar die hebben ongeveer 30% van je omzet. Dat is fors. En ja, daar nou wij zijn beginnende ondernemers. Ja, ja, dus dat wil je niet. Nee, dat is niet de bedoeling. We moeten eerst zorgen dat we zelf eigenlijk alles weer een beetje op de rails krijgen. Je zei al van eind 50 en dan zo'n avontuur aan. Ja, wij voelen ons niet zo oud hoor, moet ik zeggen. We kunnen nog echt goed door de deur met de jongelui, zou ik maar zeggen. En zo voelen wij onszelf ook, want anders hadden we misschien nooit deze stap genomen. Sowieso natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Ik vind het heel moedig dat je... En leeftijd is maar een getal, toch? Ja, dat je in deze tijd een restaurant begint. Ik neem aan dat de eindambitie dan ook wel is, als je weer gewoon de horeca open mag, dat je ook mensen in de zaak krijgt. Maar, nee, we gaan... Of blijven het afhalen? We blijven het afhalen, restaurant. Ja. Enigszins willen we nog wel iets van tafeltjes buiten in het voorjaar. Ja, een terras. Een terras, maar nee, ik ga niet serveren of zo, want ik heb ook nog ander werk. Ja. Ik heb twee banen, dus... Ja, dan moet je weer personeel aangenemen extra. Ja, dat is ook weer kosten. Ja. Heel leuk dat je dit hebt willen komen vertellen. Ik wens jullie heel veel succes met Klein Afrika. Dankjewel.